We hebben nu een split in Kroatië. So that happened. Oh fuck, ik weet niet meer wat ik aan het zeggen was. Ze stopte mijn vlog omdat er een paar meisjes naar hem keken. Ik kan het zeggen, ik was iets aan het zeggen en toen kwam de meisjes. Ik heb nog wel niks. Maar daarvoor was ik was hier een uitleg aan het doen, tot de meisjes keken. Ik was, je weet hoe goed de stad is, naar gelang hoeveelheid meisjes dat er rondlopen. In sommige steden zie je echt bijna geen meisjes er alleen, maar gasten en dudes met elkaar rond te lopen. En als er meisjes alleen zitten rond te lopen, dan weet je dat het een veilige en een goede stad is. Split is goed gekeurd. Watervallen. Het laatste wat we gaan zien in Kroatië. Waarschijnlijk het laatste natuur dat we gaan zien hier. Dus door het even genieten. Spectaculair mensen. Wow, yo. En hier kun je dan in de zomer gaan zwemmen. Aan schouw. Met mij. Hell yeah. Fucking mooi. Deze 5 minuten, waar we daar waren, of misschien zelfs niet, zijn we naar de sociale agenda gegaan. En wij moeten terug. Snel. En nu zijn we weer terug op deze boot. Hè. Half uurtje, terugvaren, 4,5 uur rijden, auto leveren. Sorry, jongen, verkennen. Nominaal. Veel te kort. Maar we hebben hem gezien. We zijn speciaal voor deze waterval naar Kroatië gegaan. En we hebben er maar 4 minuten gestaan. Morgen moeten wij onze vlucht terugpakken vanuit Tuzla. Dat is 3 uur met de bus. En die bus vertrekt om 5 uur 's morgens. En nu zitten wij hier al een uurtje onze op te warmen aan een vuurtje. Ja. Nu zijn we weer in het oude deel van de stad terechtgekomen. Je krijgt zo echt van die oude en antieke gezellige kraampjes die eten aan het maken zijn hier. Ik vind het steeds meer gezelliger worden. Maar wij moeten hier nog tot 8 uur zijn. Doorbrengen in Sarajevo en dan hebben we onze bus naar Tuzla, vliegtuig en back to Belgium. Een beetje over Bosnië. Ze hebben hier, ze geloven hier dus in moslims. Dus er zijn hier allemaal moskeeën, maar er zijn er ook allemaal katholieke kerken. En er zijn er ook allemaal orthodoxe kerken. Dus ze hebben hier 3 traditionele geloven. Ze geloven in moslims. Ik zei, ze hebben hier moslims. Ze geloven in moslims. Wacht. Ze geloven in Allah. Ze geloven in de islam. Oké. Opnieuw. Dus wat er wel zo is uniek is aan Bosnië. Ze geloven in moslims. Nee. Wat er dus wel zo uniek is aan Bosnië, ze hebben hier moskeeën, katholieke kerken en orthodoxe kerken. Dus dat is een beeld, hè. En kom met me mee en doe dat goed, hè. Houd dat recht. Doe niks voor de camera. Van mij toekomen, hè. Dat is goed. Dat is lekker. Dat smaakt. Want elke stad het beste is fucking Old Town. Als je naar een stad gaat, zoek je Old Town, want dat is gewoon het beste. We weten nog niet of we een hot hostel gaan boeken. Want tot slot moeten we om 5 uur al in de bus zitten. Dus in tegen 4 uur of zo naar de bus gaan. En dan kunnen we even goed. Het enige wat wij nodig hebben is gewoon een warm plaatje om te zitten met wifi. Er zijn nu zoveel gevraagd. Dus nu gaan we op zoek naar een warm plaatje.
Met wifi. We zitten nu in een club! In Bos is dat even ergens! Tot 5 uur 's ochtends! Kijk! De club. Het is 3:30. 5 uur hebben we onze bus. En ik ben blij dat ze roken in de clubs hebben verboden in België. Mijn ogen doen pijn door al dat rook. Ja. Dat is niet prettig. In een land te zijn waar iedereen gewoon zit te roken, echt. Ik denk gewoon dat letterlijk iedereen rookt. Maar leuke nacht. Nu kort nachtje. In de bus, misschien nog een beetje slapen in de luchthaven en dan nog wat slapen in het vliegtuig. Mm-hmm. En dan hoppakee. Club naar de luchthaven. En nu terugvliegen naar huis, naar Eindhoven. En zo eindigt hier onze trip. Tot de volgende. Wordt Luxemburg of van ook. Of iets anders. Of Israël. Zie je binnenkort.